mijn de gewone wekelijkse uitgaven van kunt doen. Het heeft een paar jaar geduurd, maar ik vind het heel mooi dat het college vandaag besloten heeft om met me vroeg erop af. De leraar en medewerkers van de woningstichting, wij zijn echt gericht op de werkvloer. Ik denk dat het een hele nuttige avond was. Ik was ook heel blij met de grote opkomst. Ik vond het verhaal van Gerco Stule, zijn persoonlijke verhaal over hoe hij diep in de schulden is terechtgekomen en door wat voor diep dal hij is gegaan, vond ik heel indrukwekkend. En ik denk ook dat zo'n verhaal heel goed is om mensen ook weer even van te doordringen. We hebben het, als we het over problematiek hebben, over armoede, over schulden, dan gaat het altijd over individuele mensen die in de problemen zitten en die geholpen moeten worden en die ook allemaal weer anders zijn. Ik vond het verhaal van Jurie van der Laan ook heel interessant. Dan gaan we ons richten op dat tekort en dat gaan we proberen op te lossen. Daar gaan we alles op inzetten en die beperkte ruimte die we in ons hoofd nodig hebben om plannetjes te maken, die gaan we daarop richten. Dat wordt dan een tunneltje en daar zetten we alles op in. Ik zou eigenlijk de organisatie van deze avond ook wel willen adviseren om, om over een aantal van deze deelthema's gewoon nog door te gaan. Omdat ze allemaal interessant genoeg zijn om nu niet te laten liggen. Ik denk dat er vanavond een goed begin is gemaakt dat een vervolg verdient. We moeten met elkaar in verbinding blijven staan. Met elkaar ook goede dingen die lopen of elders in het land lopen. Wat nader uitdiepen. We hadden ook een lectoraat, iemand die bij de hogeschool werkt in Amsterdam. Die ook zaken die bewezen werken, daar kan ze ons in delen. En dat is gewoon hartstikke goed om dat soort praktijkvoorbeelden nader uit te diepen en te kijken hoe dat van toepassing kan zijn in Almelo. Dus je wil het heel graag hebben over de leefwereld van mensen, de persoonlijke situatie van individuele Almeloers die heel hard hulp nodig hebben. En je wil het hebben over de mensen zelf. Maar uiteindelijk kom je toch wel heel vaak uit op organisaties die langs elkaar heen werken. Professionals die zich soms niet zo meewerkend opstellen. En je moet dus voorkomen dat je blijft hangen in het wijzen naar elkaar, maar dat je echt met elkaar steeds naar die oplossingen moet toewerken.